In Den Haag, daar woont de graaf en zijn zoon het Jantje. Als je vraagt waar woont je pa, dan wijst hij met zijn handje. Vanaf de jaren zeventig, Het moment waarop ik merkte dat ik op mannen val heb ik me betrokken gevoeld bij en ingezet voor de homo-emancipatie. Zo won ik, met het scenario van het televisiespel Wie ben ik... de Visser-Nylandia-prijs 1976. Een student beleeft zijn uit de kast komen. Schrijfster Mie belde mij namens uitgeverij Leopold... en coachte me bij het schrijven van de jeugdroman Dat zie je toch zo in 1978 verschenen, gebaseerd op mijn coming out en grotendeels in Den Haag en omgeving spelend. Mijn filmproductie dilemma over biseksualiteit draaiden we op 8 mm in 1981 op diverse Haagse locaties. In de jaren 80 werkte ik voor de Keekrant als redacteur kunst en cultuur. Voor de speciale editie over het door Links Den Haag geïnitieerde. Internationale Homo Monument. interviewde ik de vier genomineerde kunstenaars over hun ontwerpen. De commissie koos het voorstel van Theo Den Haven, Haags schilder, beeldhouwer en tekenaar. De locatie werd een probleem. Aanvankelijk zou het monument bij de Koekamp bij het Centraal Station komen. Dat keurde de eigenaar Staatsbosbeheer echter af. Zijant detail: Het aangrenzende Haagse bos was van ouds de ontmoetingsplaats voor herenliefde. Pas in 1993 kwam het kunstwerk op zijn huidige plaats aan de Koninginnegracht, vlakbij Maduro Dam. Aan de andere kant van het viaduct is het Schreveningse bos. Ook een bekend gebied waar, al of niet gedoogd, mannen elkaar ontmoeten. Theo Tenhave voegde bij zijn werk een citaat van de dichteres Ida Gerhard. Waar vriendschap open als het zonlicht is, werd ons een ongepeild geluk beschoren. Speciaal voor de passerende toeristen, zelfs voor president Poetin, is er een toelichting bij het kunstwerk. Op verzoek van overledenen worden er af en toe bloemen neergelegd, afkomstig van crematoria. En op 4 mei heeft er ook een dodenherdenking plaats. Het monument herinnert immers aan de homoseksuele en lesbische slachtoffers die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Helaas bevindt zich geen kleine uitvoering van het internationale monument in het tegenoverliggende miniatuurstadje. Wel is daar het Amsterdamse landelijk homo-monument, de roze driehoek, het teken voor homo's in de Duitse concentratiekampen. In 2010 zou herdenkingsobject van Theo ten Have gaan verhuizen. De VVD in de gemeenteraad vond het op deze plaats Onvoldoende tot z'n recht komen. Het plan ging in de kast. In 2014 weer discussie rond de plaats. De VVD en D66 deden een voorstel. COC Haaglanden wil het al langer verplaatsen van de plek bij een HTM-toilet en omringd door de tramlus naar. Ja, en waar zou het naartoe moeten? Naar een groenstrook tegenover de Koninklijke Academie, vlakbij de Koekamp.